Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Glitterende eenhoorn heeft een verhaal. Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Bladibibi, blibladiblabla. Hallo lieve internetvrienden, welkom bij de nieuwe vlog van Glitterende Eenhoorn. En Dotje. We hebben een mandje voor Dotje gemaakt en nou ligt ze er altijd in, maar ze ligt wel altijd zo met de pootjes eruit, want Dotje is inmiddels gegroeid. Het is moeilijk te zien, want ze zit bovenop de kast natuurlijk. Oh, ik leg het dood. Daar ligt ze dan. Ze heeft altijd hele vieze pootjes, want Dotje is een echt ravotje. Pip vindt het wel fijn dat ze tegenwoordig altijd op de kast ligt. Daar durft Pip weer op bed, want dat vond Pip dus altijd dan weer lastig om op bed te gaan. Oh, zo lief. Mijn lieve Pip, hè. Ja, het gaat goed met de katjes. En het is heel mooi weer buiten. Dat is ook echt heel, heel fijn om... Dat het allemaal zo echt zomer begint te worden. Ik heb nieuwe touwtjes gespannen bij de bruidsluier, zodat hij kan klimmen. Zie je dat touwtje gespannen? Dus daar kan hij dan over gaan klimmen. Ik heb jullie nog helemaal niet verteld dat ik een nieuwe videoclip had gemaakt. Dit is ten tijde dat Juniper en Elliot net geboren waren, kwam die videoclip uit. Ik had hem natuurlijk ervoor al af, maar hij lag nog op de plank. Dus ik wil jullie daar graag een stukje van laten zien. Het is voor Nederlandse Holiday. En de clip heet Buddhism. Ik heb het geanimeerd, getekend. En Zenja Pashkina heeft de tekst gekalligrafeerd. En het nummer is dus van Nederlandse Holiday. Ze heeft voor de plaat Love Yeah, staat het nummer op, Love Yeah. En voor al die liedjes heeft ze een videoclip. En ik heb er maar eentje ervan gemaakt. Maar ik kan al die andere videoclips ook aanraden. Want die zijn echt allemaal heel goed. Dus ik ben heel trots dat ik in dat rijtje kan staan. Dat ik voor Buddhism een clipje heb gemaakt. En Nele zei dat ze er heel blij mee was. Dus dat is heel leuk. Ja, hier kun je hem zien. Er zitten ook fractals in. Dat vind ik heel gaaf. Fractal animaties. Die heb ik met een fractal programmaatje gemaakt. Te animeren hoe die formule vertoond wordt op het scherm. En dan kan je erin inzoomen, de camera bewegen, maar ook de kleuren bewegen, hoe die fractal animaties vormgeven. Fractal is een heel grappige formule je hebt z-kwadraat plus een constante is weer z, dus dat wordt elkaar de hele tijd ingevoerd. Dus z-kwadraat plus een constante is weer z en dat wordt dan de nieuwe z. Dus krijgt steeds een feedback loop. En die feedback loop die gaat dan of naar oneindig, of die blijft een soort constant, op nul. Fractals dus. Mijn batterij was op, dus dit is even met mijn iPad gefilmd. Cool, hè, hoe ik bij die lab zo. Dit was de vlog. Ga allemaal de videoclip kijken. Kijk ook de andere vlogs. Doe commenten, like, subscribe. En ik zie jullie volgende week weer.